What up, K-Klein fam? Ik ben er weer. Hoi. Fuck, laat me vrijtrekken. Ik ga niet doen alsof ik 10 minuten geleden een fucking video heb opgenomen, eerlijk. Welkom allemaal weer. Het is me weer een woest genoegen om deze vrijdag met jullie te delen. Ik ben het, Don. Welkom op mijn kanaal. Mocht je hier nou nieuw zijn, ja, welkom. Vandaag gaan we weer even verder met de clippie van Lang Leven de Liefde. Dat is de show waarin twee mensen met elkaar daten. 24 uur of zo, of 48, weet ik veel. En dan na dat tijdsbestek van 24 tot 48 uur moeten ze beslissen, willen we nog een tijdje door? Volgens mij het maximaal 4 dagen. En daarna kunnen ze nog met z'n tweetjes naar Center Parks. En dan krijgen ze daar een koud buffet. En dan is iedereen blij. En dan boeien ook. Eerlijk? Nou. Goedjes. Dat klinkt mooi. Nou, het begint gelijk goed. Yo! Fuck, grap. Hele oren zijn kapot. En dan zegt hij, dat klinkt mooi. Ik vind het echt grof, man. Ik vind het echt grof. Ik ben Olinka. Ik ben Jaap. Jaap en hoe? Wie? Olinka? Oekabunka? Hoe heet die oma hier? Weet je wat ik altijd frappant vind aan zeg maar oma's van een bepaalde leeftijd? Die willen dan nog steeds heel erg lippenstift en make-up en zo, ja. En altijd dat korte haar, zeg maar. Dit is elke oma ooit, zeg maar. Laat even in de comments weten, wie zijn oma ziet er ook zo uit. Ik kan me niet voorstellen dat niet een paar van jullie ook een oma hebben die er exact zo uitziet. Zeg maar, exact dit. Mijn oma heeft er nooit zo uitgezien. Mm-hmm. Ik ga mij aanpassen aan Jaap. Waar hou jij van? Dit is nu al een toontje. Daarvan, oh, er staan weer van die bakjes heerlijk Albert Heijn vreten op tafel. Van die, zo'n bakje met kaas, een bakje met worst. Dit is bij elkaar 19 euro. Maar wel lekker. En zo'n wijntje erbij. Oeh, Bourgondisch genieten. Don, je bent niet goed. Klopt. Maar ik vind die toon die zij nu tegen Jaap aanslaat, iets wat baldadig al, snap je? Het is al een beetje op het niveautje waarvan je denkt, oeh. Nou, waar houdt Jaap van? Oké, we kunnen spaghetti maken. Ik wil iets anders en dat moet je hier bovenaan. Oh, ja. Twee echte wijnglazen. Nee, die zitten in de kast. Nee, ik vind het van die gekleurde. Nee, maar luister. Ik wil gewoon twee echte glazen. Jaap, ik wist niet dat je boos werd. Eerlijk? Jaap, ik had niet verwacht dat je boos werd. Oké, Jaap? Jaap is ineens kwaad omdat ze niet uit echte wijnglazen drinken. Boeien, Ikea is toch ook goed? Of zijn... Heeft Ikea echte wijnglazen? Weet ik veel. Ik loop ook reclame te maken voor allerlei bedrijven. Terwijl er maar een paar bedrijven zijn waar ik echt reclame voor maak. Juice en MSC. Shoutout. Dit is onze eerste conflict. Kijk, moet je eens kijken wat een prachtige wijnglazen die zijn. Haar stem, bro. Doe maar even op je andere briefje. Nee, ik zit hier gewoon bovenaan. Ja, maar wat... Ja. Wat een gezeur, joh. Dit is... Jaap en Belalinka zijn nu al kwaad op elkaar, guys. Ik weet niet of jullie dit doorhebben, maar die zijn nu al... Als dit geen knokken wordt, weet ik het ook niet meer. Maar ja, we hebben het eerder gezien bij Lang Leven de Liefde. Het kan ook zomaar in één keer zijn dat ze wel een soort van verliefd worden op elkaar. Wacht, er zit even wat derrie op de lens, jongens. Er zit toch een beetje stof op de lens ineens. Zo. Ben ik nog knap? Ja, ik ben behoorlijk knap. Nice. Echt goed. Oké, we gaan weer verder. Ja, de uitstraling van de ogen. Bij jou straalt er ook vrolijkheid en blijheid uit. Nou, en dat vind ik belangrijk. Ik denk ook dat Jaap hangry is. Dat is een combinatie van honger hebben en angry zijn. Zeg maar boos zijn. Dan ben je hangry, man. Ik denk dat dat Jaap zijn probleem is. Jaap is gewoon even kwaad, man. Je weet toch? Wat enig om dat te horen. Kijk, we hebben dus een bed gekregen beneden. Ik ga je dus zeggen dat ik vanavond op de bedbank slaap. Kijk, wij kennen elkaar niet. Ik ben er niet de vrouw na die vanavond meteen bij een man in bed kruipt die ik niet ken, want ik slaap al 20 jaar niet met een man. Ik ben er wel zoveel kerel en ik schop jou de trap af en ik ga zelf op die bank liggen. Dat vind ik dan wel weer sympathiek. Dat doet Jaap dan wel weer goed. Jaap heeft wel zoiets van, weet je, fuck dat. Ik laat die meid niet op de bank slapen. Ik ga wel op de bank. Ik had wel hetzelfde gedaan, denk ik. Jaap, plus één voor Jaap. Heet hij Jaap? Ja, hij toch Jaap? Fuck, maar ik ben slecht met namen, man. En ik ga met dit gebaar jou zeggen dat ik dat heel erg respecteer in jou.
Dankjewel. Nou, kijk. Hij krijgt er gelijk een cadeautje voor. Zie je, jongens? Wie goed doet, goed ontmoet. Jullie slapen op die term. Ik zweer het, grap. Geef anderen eens wat cadeau. Bijvoorbeeld een subje op mijn stream. twitch.tv/donkakelijn. Eerlijk? Dat is heel leuk en heel lief. Ik wilde hem eigenlijk geven gelijk als hij binnenkwam. Wil je dat balletje vangen? Ik ga het balletje vangen, tuurlijk. Nou, dan komt ie. Awkward. Denk je dat je verliefd op me zou kunnen worden? Jongens, valt jullie iets op aan Jaap's shirt? Jaap heeft geen shirt aan, man. Jaap heeft geen shirt aan. Kamojoke. Ja, het is tijd geleden dat we Kamojoke hebben gemaakt. Mama, hij moest er wel weer even in. Maar Jaap heeft geen shirt aan, want het shirt is gecamoufleerd. Dat ik dit nog uitleg, ik ben echt verschrikkelijk. Wat vind je nou werkelijk van Jaap? Nou, ik vind vertel. Kijk, zie je? En ik zeg jullie eerlijk, al haar vriendinnen hebben ook zo'n kort kapsel. En van dat make-up en van die oorbellen. Dat is echt, ik weet niet wat dat is, man. Iedereen ziet er hetzelfde uit van die leeftijd. Hij is voor mij niet seksueel aantrekkelijk. Jaap is een beetje een bouwvakker. En hij is dus niet de man die op één lijn ligt met mij. Ja, weet je, je kan hier heel mooi over lullen, maar het werkt voor geen meter. Kijk, deze is nog wat jonger, dus die heeft nog lang haar. Deze ook. En deze begint al een beetje naar dat kortpittige toe te gaan. Ja, man. Dit is weer een heel ander onderwerp, guys. Maar ik vind het toch interessant om even aan te kaarten. Ja, gewoon op de onderste tree van de ladder. Nou, dat... En jij staat op de vijfde tree. Je bent niet minder, maar... Nou, Joke, je vindt Jaap wel een beetje te min. Eerlijk? En dat is niet... Ja, ik vind dat lullig. Maar het is... En dat doet men zeer. De vriendinnen zeggen ook, Jaap is enig. Maar goed, ik zeg altijd, de kat is ook leuk. Oké. Gesprek is gesloten. Ja. Ja, ik vind het wel zielig voor Jaap. Eitjes koken. Is dat lekker? Doe wat je zin in hebt. Ik vind alles goed. Oké. Ik ga zo naar huis. Rolinka eet ze. Ik ga zo naar huis. Oudere mensen appen ook altijd zo. Heel chill is dat. Voorlopig geen kerel. Nou, de kat is leuker. En we appen. En je komt gerust een keertje bij me langs. Komt doei, goed. Oké, doei doei. Nou, ik vind het allemaal... ja, man. Jaap, man. Rest in peace, Jaap, man. Fuck. Oh ja, ik had ook niet anders verwacht. Maar ja, Jaap heeft wel zijn best gedaan. Maar Rolinka vond zichzelf net even te populair. Eerlijk, dat is de conclusie van deze video. En ik bedank jullie allemaal dat jullie ook hebben gekeken naar deze video. Don Kakelijn, signing the fuck out. Joejoe. Neem een like en abonnement.